De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname, NSBS, krijgt per 2 mei een nieuwe leiding. Directeur Natasha Hanenberg-Achard zei tegenover onze nieuwsdienst dat ze de organisatie 13 jaar mocht leiden. Ze gelooft erin dat mensen niet te lang in een functie moeten blijven. En vandaar dat ik na 13 jaar heb besloten om een andere richting op te gaan. En mijn functie over te dragen aan de persoon die mij zal opvolgen. En hoe kijkt u zelfs terug als directeur de afgelopen 13 jaar? Nou, ik moet zeggen dat het hele mooie jaren waren. Dus over het algemeen genomen. Ik heb heel veel geleerd. Toen ik hier binnenkwam, wist ik niet zoveel over de mens met een visuele beperking. En wat me heeft staande heeft gehouden hier is de missie waarmee ik ben gekomen. Mijn missie was om de mensen met een visuele beperking, de blinden en de slechtzienden, zichtbaar te maken in de samenleving. Om de samenleving te laten zien van dat ook deze mensen recht hebben op een bestaan, zoals elke andere burger in de samenleving. En dat deze mensen toegang moeten hebben tot alles, tot onderwijs, tot informatie, tot een goede gezondheidszorg, huisvesting, noem maar wat, transport. Hanenberg-Achard is van mening dat blinden en slechtzienden geen mensen zijn die je thuis moet houden in een achterkamer. Die groep heeft zijn eigen mogelijkheden en eigen talenten. De NSBS-directeur vertrouwt erop dat haar opvolger verder zal gaan met de ontwikkeling van de mensen met een visuele beperking. Dat er nog meer diensten zullen komen en dat de diensten die we al hebben, dat ze verder, hoe zal ik dat zeggen, tot grotere hoogte zullen worden gebracht. Kijk, daarom zeg ik ook van, iemand moet niet te lang in een bepaalde functie blijven. Wat mij betreft heb ik het gevoel van, kijk, dat ik dan het gevaar loop om dingen steeds op dezelfde manier te blijven doen. Toch? En als je doet wat je altijd hebt gedaan, ga je krijgen wat je altijd hebt gekregen. En mijn wens voor de NSBS is dat de NSBS zich nog verder gaat ontwikkelen, nog grotere hoogtes gaat bereiken. Toch dat we zitten al op de goede weg. We zijn de enige nationale stichting voor blinden en slechtzienden hier in Suriname. En ik wens de NSBS en vooral de doelgroep wens ik nog meer toe dan wat ze nu zijn. En dat geef ik ook mee aan de nieuwe persoon. Die zal starten als interim manager bij de NSBS. En dan van daaruit doorgroeien naar directeur. Vanaf 2 mei neemt Meredith Ormskerk het roer over van Hanenberg-Achard als interim manager.